Hallo, ik ben Tine en ik wil jullie graag een acteertip geven. Eerst en vooral, mijn filmpje heet Haal het slechtste in je naar boven. En dan kom ik met deze tip, omarm je schaduwzijde. Een schaduwzijde is een zijde van jezelf dat ligt te chillen in de schaduw. Het chillt daar en het chillt daar, want daar voelt hij zich gewoon het beste. In de schaduw, niet in die volle zon. Komt er eigenlijk op neer dat we leren werken met al onze slechte kantjes. Het is gewoon veel interessanter toch om naar iemand te kijken die niet perfect is. Die een beetje lelijk is, één been heeft, een beetje scheel kijkt en vette haar heeft. Ook nog eens hoest en super jaloers is. Schaduwkanten gaat natuurlijk niet alleen maar over een lelijk uiterlijk. Nee, schaduwkanten gaat vooral eigenlijk over een heel lelijk innerlijk. Ja? Nou, jij hebt het opgemaakt. Mij opgemaakt? Ja. Ja, ik weet niet, ik wil er gewoon goed uitzien voor de mensen. Superveel make-up op. Ja, superveel. Dat is gewoon een lijntje en een lipstift, zeg. Maar bon, Ik ben bezig. Oh ja, en als je acteert, probeer geen duckface te maken. Dus ga niet duckfacen. Ja, jij bent nu niet aan het acteren, hè? Duckface? Ik kan niet eens een duckface. Ja. Zo goed ben ik. Ja. Ik ben ook acteur. Ik ben erg goed. En ik weet niet eens hoe een duckface moet, dus dat zegt iets over mijn kwaliteit, denk ik. Oh, ik heb net een zalige douche genomen en ja, ik dacht nog zo tijdens het douchen van oh my god, ik heb het zo goed gedaan als actrice. Ik heb echt al mijn schaduwzijden in mijn leven omarmd. En ja, ik wens eigenlijk aan jullie hetzelfde toe, zodat jullie ook zo in volle bloei kunnen komen als acteur of actrice. Zoals dat je zo gauw boos wordt. Ik word helemaal niet gauw boos. En zo snel gestrest bent en zo, dat heb je allemaal omarmd. Gestrest? Maar alleen jongen, je bent echt de rust zelf, niet? Nee, je wordt heel gauw boos. Maar ik word helemaal... Maar alleen, Matthijs, stop daar eens mee. Dat is toch zo dan. Je niet tegen kritiek al? Maar allee, ik kan toch keigoed tegen kritiek? Al die recensies. Je kan niet, nee, dan ben je altijd helemaal down. En... Ja, maar ja, wie zegt er ook tenen krommend? Tine Kartuivels is tenen krommend. Wie zegt dat ook? Ja, nou zie je, je bent gauw boos. Maar dit telt toch niet? Ik dacht dat je het allemaal omarmd had of zo. Maar ik heb het ook omarmd. Ja, ik heb het ook omarmd. Ik probeer hun ook het te laten omarmen. Ja, precies. Oh, dat is zo kut over. En daarbij, jij moet helemaal niet in mijn filmpje komen. Het is mijn project, is een keer. Ik zit hier gewoon, ja. Ja, je zit daar maar te zitten, heel de dag. En je kan ook heel slecht opruimen. Wat? Ook een schaduwzijde. Oké, ik ga deze gewoon uitzetten. Waar staat dat? Godverdomme, die knop. Ik word hier echt... Waar is die uitknop? Waar is die... Slecht met techniek. Ja, maar dat is fucking moeilijk! Schaduwzijde. Oh! Dus, het omarmen van je schaduwzijde, je donkere kant in jezelf, is heel belangrijk om een goede acteur of actrice te worden. Ik stel voor dat, als oefening, dat jullie aan iedereen in jullie buurt, vrienden, moeder, vader, oma, opa, nichtje, neefje, gaan vragen wat jullie slechte punten zijn. En dan, dan gaan jullie er eens goed ruzie over maken. Dat lijkt me een heel slecht idee. Dan krijg je gewoon alleen maar ruzie. Ja, ruzie. Dan ga je alleen maar focussen op het negatieve. Dat is super. Dat is helemaal ja, leuk. Maar sorry, daar gaat acteren. Maar het gaat daar ook over acteren. Over conflict. Maak maar eens goed conflict. En zorg dat het op camera staat. Ja, Oké, ik zie jullie. Doei. Dankjewel voor het kijken.
Hij probeert er toch ook niet mooier uit te zien dan dat hij is. Hij is toch gewoon. Hij is toch gewoon.